Hey, hallo, welkom en leuk dat jij kijkt. Vandaag heb ik weer 3 tips en dit keer voor een vrouwelijke presentator, Eva Jinek, met haar eigen programma. Elke dag is een uur lang op de buis, heeft 4 items en een stevige stem, stevige reacties, dus ze komt goed over op haar publiek. Opvallend is dat er steeds maar korte ingezonde stukjes zijn op de mensen die geïnterviewd worden en ook steeds korte stukjes op haar. Dus je moet echt zo, als je wat van haar wil zien of vangen, moet je goed opletten. Want ja, voor je het weet gaat de camera weer naar een andere persoon en dan is ze weer buiten beeld. Ze zit achter een tafel en ze heeft een prachtig gezicht. Blond, lange haren, blauwe ogen, gladde huid, mooi opgemaakt. En dat is ook een beetje een dingetje. Haar gladde huid en haar uitdrukking, ze blijft nogal, hoe moet ik dat zeggen, neutraal in haar gezicht. En dat is natuurlijk prima, maar ik denk als jij een interviewer bent en je reageert op mensen, dan is het ook belangrijk om dat met je mimiek te doen, met je gezicht. Dus als dan iemand iets grappigs zegt, dat je ook echt goed lacht. Of dat als je denkt van nou, wat zegt hij nou, dat je zo je gezicht vertrekt. En dat zeg ik niet, kijk, ik vind wel dat ze objectief moet blijven. En aan de andere kant is het echt haar eigen programma, waar ze ook haar meningen wel duidelijk naar voren brengt. En dus vind ik dat je ook qua mimiek iets meer kan doen. Dus haar zachte gelaatsuitdrukking, haar rustige hoofd, die vrij objectief wil zijn, zou ik toch net iets meer emotie meegeven. Net iets meer mimiek in reactie op hetgene wat ze vraagt en wat voor antwoorden ze krijgt aan haar mensen die ze interviewt. Dat was tip 1. De tweede tip die ik geef is de handen. De armen, laat ze wat meer rustig op de tafel, naast je script, de vragen die je eventueel kunt stellen, de informatie die daar op papier staat. Wat zij doet is, zij leunt vaak zo met haar hand onder de kin. Of ze doet zo en luistert ze naar de mensen. Ik heb haar zelfs ook zo zien luisteren. Het is natuurlijk haar eigen show, dus ja, ze voelt zich daar heel vertrouwd. Maar zelf vind ik het een actieve houding, dat je gewoon met je handen zo naast het script zit. Of soms doet ze zelf wel, dat ze met haar hand zo strak op de tafel leunt en dan zo een beetje naar voren leunt. Dat ze gewoon wat actiever is, overkomt en wat meer betrokken bij de antwoorden van de personen die ze heeft. En ja, als je zo zit, zit je ook wat opener dan dat je zo achteroverleunend luistert naar wat het verhalen zal zijn. Ik ga er al van uit dat ze haar interesse heel groot is en dat ze op die manier ook echt goed wil luisteren. Maar het komt soms ook wat bedachtzaam over, of nou ja, het zal maar wel goed wezen, ja, zo heel erg in haar eigen huis. Waar ze op moet letten ook zelfs nog, is dat ze soms, dan zit ze zo met haar handen bij elkaar en dan wrijft ze even over haar arm. Of ze was, ik heb haar ook zien doen, dat ze zo bezig is met haar vingers, terwijl ze aan het vertellen is. Ja, en dat zijn kleine afleidende dingetjes die minder stevig overkomen op de mensen die naar je kijken. Dus ik zou zeggen, probeer erop te letten en doe dat juist weer iets minder. En tenslotte tip 3. De derde tip die ik graag wil geven zijn de gebaren. Ze gebruikt heel veel haar handen. Ze doet ze soms zo in elkaar. Nou, dat hoeft niet per se, maar op zich is het ook wel netjes. En als ze dan vertelt, soms dan gaan de handen naar binnen en naar buiten. En ik zou zeggen, ja, gebaren vind ik echt goed. En dat je open gaat en zo, dat je aan het vertellen bent of dat je zoiets laat zien. Maar gebruik ze nog doeltreffender. Dus echt, als je iets wilt hebben over een onderdeel ergens van of een groep, plaats ze dan in de ruimte en zeg dan bijvoorbeeld, nou, die twee groepen, ja, die konden het niet zo goed met elkaar vinden. Zodat hetgene wat je aan het vertellen bent ook zichtbaar is in de ruimte. Dus maak die doeltreffende gebaren. Tegenstellingen kun je er heel goed mee doen. Als het naar de toekomst gaat of als iets in het verleden is gebeurd, kun je daar een heel duidelijk verschil tussen maken. En zo zou ik zeggen, van ja, let op als je iets aan het vertellen bent, waar je dan doeltreffende gebaren kan inzetten.
En daar kan ik natuurlijk heel goed bij helpen. Ik heb daarvoor geleerd, gebarentaal gedaan en heb dat hoe je iets kan vertellen en kan laten zien in de ruimte, heb ik heel goed opgepakt. Dus daar kan ik heel veel tips in geven ook. Doe ik ook graag. En nou ja, niet alleen voor Eva, maar misschien ook voor jou. Als jij denkt van, ik moet nog eens iets wat vertellen, een verhaal of een speech. Of je moet een keer een PowerPoint gaan doen. Nou ja, kom dan gewoon even bij mij langs. Dan kunnen we samen zorgen dat het heel netjes verloopt. En dat je daardoor ook lekker voelt om het te vertellen. Afijn, dit waren mijn tips voor Eva. Ik ben heel benieuwd of ze het ziet en of ze er iets mee doet. Dat zou ik erg leuk vinden natuurlijk. En voor de volgende week, ja, weer iemand anders. Misschien weet jij wel iemand. Ik hou me altijd aanbevolen voor iemand waarvan jij denkt, oh, wat voor tips zou je die geven? Stuur het dan op, mail het, WhatsAppen kan ook, vind ik ook helemaal prima. En dan doe ik de volgende keer misschien iemand die jij hebt aangereikt. Oké, tot de volgende keer. Tot ziens. Doei.